Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTS Journaal, vers van de pers. Het bestuur van de vereniging Protestants Christelijk Onderwijs heeft in overleg met de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitri van Heidoorn, besloten Marnix College Cascora vandaag en morgen te sluiten. Daarnaast werd een docent op non-actief gezet. De directie hoopt met de tijdelijke sluiting enigszins de rust terug te brengen na de ophef van de afgelopen dagen. Daarnaast is docent W. op non-actief gezet, aangezien deze docent belast was met de veiligheid op school en tevens het dichtst op de politiecontrole van afgelopen dinsdag zat. De directie heeft hiervoor gekozen om grondig te kunnen onderzoeken in hoe en in welke mate de docent betrokken was bij de gebeurtenissen. Human Rights Defence Curaçao roept alle betrokken partijen bij de incidenten rondom het Marnix College op om hun verantwoordelijkheid te nemen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen. Het Korps Politie Curaçao moet gepaste disciplinaire maatregelen nemen tegen de plegers van de meest flagrante schendingen, aldus HRDC. Ter preventie van herhaling zou er volgens HRDC meer geïnvesteerd moeten worden in training van politieagenten. School moet een veilige plek zijn voor alle kinderen, ongeacht hun cultuur, religie, nationaliteit en gender. Veiligheid op school is essentieel voor de bescherming van elk kind, aldus HRDC. Na Qualectra, nós temos tempo para servir, ora com mais de comunico. Chiama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, fora de setor de mente até com o setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesma hora, põe o documento na cerca, para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim! Sí. Aqualectra su centro de cliente huerta clapa servivo na e momento cubta cumini abo. Het hoge beroep in de zaak Scorpion, Aquarius en Orca is woensdag begonnen. De hoofdverdachte, Chaville A.T. Paris uit St. Kitts en Nevis, werd vorig jaar op Sint Maarten veroordeeld tot levenslang voor meerdere zware strafbare feiten. Paris is schuldig bevonden aan 3 liquidaties, 5 pogingen tot moord en verboden wapenbezit. Justitie heeft sterke aanwijzingen dat Paris banden heeft met de criminele organisatie No Limit Soldiers. De huurmoordenaar zit zijn straf uit in Nederland, maar is overgebracht naar Curaçao om het 3 dagen durende proces bij te wonen. Jason Schultz, alias Jason Vick, moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor het verduisteren van 47.000 gulden aan giften. Het geld was bestemd voor minder bedeelden, maar zou door Vick zijn gebruikt voor online kansspelen. Vick zelf ontkent verslaafd te zijn. Jason Vick is bekend van sociale media en zette tijdens de coronacrisis een hulpactie op voor minder bedeelden. Daar haalde hij 47.000 gulden mee op. Voor dit geld werden echter geen hulpgoederen aangeschaft, maar Vick zou het geld hebben gebruikt om online te gokken. Het aantal doden door COVID-19 is gestegen tot boven de 150.
Gisteren overleden 2 mensen en zijn er vanaf het begin van de coronapandemie 151 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dinsdag daalde het aantal actieve besmettingen op het eiland. Gisteren is dat aantal toegenomen en zijn er 332 actieve gevallen, een toename van 11. Hiervan liggen er 38 in het Curaçao Medical Center. Er zijn 44 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Ook mochten er 30 mensen uit isolatie. Door een probleem op de weg ter hoogte van het Curaçao Medical Center is woensdagavond de verbinding tussen het CMC en het datacenter Blue Nap Americas verbroken. Het CMC gebruikt momenteel alternatieve methoden om toegang te krijgen tot kritieke informatie. De situatie wordt onderzocht en er wordt in samenwerking met UTS Flow naar een oplossing gezocht voor de onderbreking. Het CMC benadrukt dat de patiëntenveiligheid onder controle is. En in de wijk Brievengat heeft Egbert Vos een plantenbibliotheek gecreëerd. Een plek waar hij planten, struiken of bomen weggeeft. De naam van het project, Duna Mama Tera Unsunchi, geeft moeder aarde een kus. Het idee achter het project is dat mensen een plant kunnen meenemen, maar ook weer iets groens terugzetten. De bibliotheek is ontstaan omdat hij bezig was met vergroening van zijn achtertuin. Hij wilde het eiland groener en meer planten. Alleen is het onmogelijk om alles te verzorgen. Met deze gedachte is hij op de plantenbibliotheek gekomen. In de praktijk blijkt dat weinig mensen een plant terugzetten. Vos betaalt zelf de planten die hij in de bibliotheek plaatst. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.